het aantal personen dat besmet is met het oogvirus, dat zich aanmeldt bij huisarts John Goedschalk, wordt minder. Het lijkt er voor Goedschalk op dat het beruchte virus aan het afnemen is. De directeur van het BOG, Leslie Resida, verklaarde gisteren echter dat er momenteel een oogvirusepidemie heerst. Volgens Resida is het niet de eerste keer dat Suriname kampt met het oogvirus. Er is echter geen informatie over het aantal gevallen uit het verleden. Huisarts Goedschalk zegt dat het belangrijk is dat wanneer mensen symptomen van oogvirus krijgen, ze meteen hun huisarts bezoeken. Het is waarschijnlijk een oogvirus waar er weinig weerstand tegen bestaat. En als het dan ergens vandaan komt van mensen uit het buitenland of zo, dan kan het zich heel snel in een populatie verspreiden. En gaandeweg dan wordt er weerstand opgebouwd en dan neemt het weer af. Niet door het weer of zo? Of het weer van invloed is, nee. Ik denk niet dat het speciaal te maken heeft met weersinvloeden. Het gaat meer om, om de weerstand die dus aanwezig moet zijn in een populatie. En dat het dus van buiten wordt geïmporteerd eigenlijk in het land. Hè? Wat zijn de tips die u kan geven aan de mensen nu? Nou, niet paniekerig raken, zoals ik al zei. Het oog reinigen, je handen echt vaak wassen, zeker als je in de buurt bent van, of in contact bent gekomen met mensen met oogvirus. Dan moet je je handen vaak reinigen, zodat je het niet verspreidt verder en niet zelf ook verder besmet raakt. Hè. En mocht het zijn dat het langer dan een week duurt, dan kun je wel naar de dokter gaan om te laten zien of misschien dat er een complicatie bij is. Dan moet het wel behandeld worden. Anders is het een aandoening die zelf teruggaat op den duur. Goedschalk zegt dat als mensen oogvirus hebben, het beste is om de ogen te reinigen met schoon water. Als het erger wordt, is het raadzaam om medicijnen te gebruiken die de arts heeft voorgeschreven. Er zijn echter verschillende aandoeningen die oogklachten kunnen geven. Daarom is het belangrijk dat een arts de diagnose stelt. Daar is eigenlijk niet zo veel reden voor om paniekerig te zijn. Het is inderdaad zo dat zo'n 2 weken geleden er een behoorlijke toeloop was van patiënten met oogklachten. Die kunnen wijzen op een oogvirus. Maar de afgelopen tijd zie je toch wel een behoorlijke afname. Zeker het afgelopen week en deze week vooral heb je weinig mensen die we nog zien, die wij althans zien, met dit soort klachten. Men moet helemaal niet paniekerig zijn. In principe gaat het erom dat je moet proberen om verspreiding ervan te voorkomen. Hè? En het liefst kun je, als je die aandoening hebt, thuis blijven. En natuurlijk je handen goed wassen, reinigen, zodat je het niet verspreidt. Ja, want onwillekeurig kom je aan je ogen, raak je andere zaken aan en andere mensen kunnen daardoor besmet raken. En dat wil je dus voorkomen. Maar in principe hoef je niet direct paniekerig te worden en direct naar de dokter te rennen. Dat is echt niet nodig. Je kunt gewoon thuis blijven, je ogen reinigen met schoon water. En dan, als het echt niet gaat, na een paar dagen, een week of het wordt erger, dan zou ik naar de huisarts gaan. Huisarts John Goedschalk. Volgens Goedschalk loopt het aantal besmettingen met het oogvirus af.